En goedemorgen. Dat ziet er mooi uit. Ja. Wie bent u? Lenny Vries. Ja. De ridder van het kasteel. Ja. Van de Vlotburg. En waar bent u nou, waar komt u vandaan? Met de boot, waar stond u, waar lag u eerst? Nou, wij komen helemaal uit het oosten dus van het land, aan de grens van Nederland en Duitsland. Ja. Dat is Lobith, waar de Rijn. Ja. U heeft een bijzonder schip. Ik zou het heel graag even willen zien van binnen. Ja, komt u maar verder. Oké. Okay. Ja, alsjeblieft hoor. Lenny, we staan voor een stoel hier. Nou, daar zou ik niet graag in willen zitten. Nee, dat denk ik ook. Dus, maar ja, in de middeleeuwen was dat natuurlijk belangrijk, hè, om daardoor de mensen dus onder controle te krijgen. Dus, hè, dus op zo tot een bekentenis en zo. Hè. Het is een soort spijkerbedstoel. Ik ga even wat dichterbij. Ja. Beelden spreken voor zich, hè? Hoe kom je aan zo'n stoel? Dat koop je niet even op de rommelmarkt. Nee. Omdat het zo moeilijk te krijgen valt. Daardoor heb ik het zelf gemaakt. Dus, ja. Zoals de andere spullen dus ook hier. Dus, want die kan je niet zomaar eraan komen. Dus, of kopen, ja, maar dan kost het een hoop geld. Dus, ja. En die heb ik dus niet. Dus vandaar dat ik hem ook zelf gemaakt heb. Maar je bent een handige timmerman, dat blijkt wel, hè? Nou, een timmerman dus dan niet, maar dat kan ik allemaal dus. Ja, ja. Ik doe van alles, ja. Smeden en timmeren en noem maar op. Dus alles hout en ijzerbewerking en zo, dat moet je wel kunnen dan. Hè. Want dat is mijn kracht natuurlijk dan. Hè. Waarom ben je dit museum begonnen? Ja, simpelweg omdat het mijn kinderdroom was dus dan. Hè. Ja. En nog steeds dus, hè. Ik leef mijn droom nog, hè. Ja. Ja, dus vandaar dat ik dit heb gerealiseerd dan, hè? Je hebt een beetje, vind ik, een beetje een Vlaams accent. Zit ik warm of niet? Je zit een beetje warm, maar ik kom dus vaak eens in Vlaanderen en ik vind Vlaanderen ook fantastisch. Dus, en waar ben je geboren? Maar ik ben niet geboren daar zo. Ik ben in Suriname geboren. Een geboren en getogen Surinamer. Ja. Dat zie ik niet aan je, hoor. Nee, maar ja, omdat ik dus een hele mengelmoes ben dus van allerlei soorten rassen. Ja. De Europese, Nederlandse Europese dan. Hè, en dan die inlandse mensen daar zo, de Indianen en de Kriolen, dus afstammelingen van de negerslaven dus, hè. Fantastisch, hè? Ik zie visnetten en oei, dat is een kuisheidsgordel, dat kan niet missen. Ja, dat kun je dus aan het zien. En heel bijzonder ook. Dus, hè? Maar die heb je ook zelf gemaakt? Ja, natuurlijk. Ja, maar zo'n kuis uit Gordel, dat kan je ook niet eraan komen. Dus, hè? Dat heb ik helemaal speciaal zo gemaakt. Ja. Fascinerend, man. Ja, zeker. Dus ja. Dan, ja, maar dat moet het ook, hè? Ja. Nou, het is een museum, hè? Ik begrijp dat je met het schip naar steden gaat. Dan leg je aan en die maakt publiciteit, denk ik. En dan kan men je museum bezoeken. Werkt het zo? Ja, zo werkt het dan. Als ik daar kom, ja, dat valt gelijk op. Dus hè, ja, dat kan niet missen. De mensen ja, die komen gelijk kijken. Dus, zo. Dus ja, en de een vertelt de ander. En zo gaat het als een lopend vuurtje. Dus, en dat is de manier van reclame maken dan. Hè. Dat maakt reclame voor zichzelf dan. Hè. Ja. Dat is jullie boterham, hè? Want je leeft hier samen met je vrouw? Of je vriendin, wat is het? Ja, mijn vriendin is dat, hè. Ja, dat is Christel dan, hè. Die komt uit Duitsland, hè. Okay. Ja. Nou, we gaan haar straks ontmoeten. Dan gaan we even verder kijken. Okay. Ja, een geweldig groot paard aan de muur. Ja, dat is een... ja, dat is zo fantastisch natuurlijk dan, hè. Maar ik heb nog een nog grotere verrassing weer. Ja, wat is dat dan? Nou, ik heb levende paarden dus, hè? Hier aan boord? Ja, tuurlijk. Wil ik zien? Ja, dat zal ik je ook laten zien. Ik loop achter jou. Oké.
Ja, het is een enorm schip. We gaan naar de levende paarden. Hoeveel heb je er? Twee stukken grote en een kleine dus, hè? Een mini paardje dus, hè? We gaan. Ja, dit geeft is het miniatuurschip van jouw schip. Is dat het voorontwerp geweest voor de buitenkant? Ja, precies. Dat klopt. En het zo dat men een beetje idee had van hoe het kon komen. Want als ik naar de mensen toe, of tenminste dus die mij dus zouden helpen, dus, hè? Ja. Dat ik ze dus daar een indruk kon geven, dus dan, hè? Hoe het ongeveer zou komen. Ja. Ja, het is echt een middeleeuwse sfeer, hè? Middeleeuwen is jouw ding, hè? Ja, zeker. Dat is mijn gevoel ook, dus ja. Dan, hè? Dat is zodoende, heb ik mijn wereld gecreëerd dan, ja. Hè? Maar middeleeuwen en Surinamer zijn, kan ik toch niet bij elkaar trekken, hoor? Nee, dat vraag... Je bent toch meer een Europeër, hè? Ja, ik ben meer... Ja, wat dat betreft, daar voel ik me helemaal als een vis in het water in Europa, dus ja. Dan, hè? Ja, dat is sowieso dus, hè, ja, de kastelen hier zo, en ja, en het landgoed is zo... Nou, dus, en, dat is helemaal, dus daar ben ik helemaal dus... In je element. Ja, zeker. En alles heeft hij zelf gemaakt. Ja. Dit is dan, dus, hè. Wodan en Hercules, hè. Kom eens even groeten. Kijk eens. Wodan en Hercules. Hercules, ja, precies. Wie is Hercules? Hercules is die kleine en Wodan is de grote, hè. Ja, toch gaan groeten. Ja, goeiedag. Hè. Ja, laat je voet zien. Laat je poot zien. Ja, poot, voet, benen, hè, zeg ik bij paard. Dus, hè. Edele dieren, hè. Daar gaan we zo. Ah, zo. Je doet kunstjes met hem. Ja, zonder meer, hè. En, had je wat verdiend? Ja, hè. Goed zo. Zo. En Wodan, vertel ze hoeveel jaar ben jij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jaar ben jij, hè? Maar je bent ook nog een soort circusdirecteur, man. Ja, alles tezamen dus dan, hè. Ja, maar het is geen circus, dus, hè, want dit is mijn ridderpaard, hè. En een ridderpaard moet een heel bijzonder paard zijn, want dan zou je nooit mijn ridderpaard kunnen zijn dan, hè. Nou, we gaan niet alles verklappen, hè, want de mensen moeten natuurlijk naar jouw schip komen. Ik ga niet alle prachtige kamers filmen die hier gestationeerd zijn. De mensen kunnen komen. Heb je openingstijden? Ik zou zeggen, vertel alles over wat je hier de mensen binnen wil krijgen. Ja, nou, de mensen die kunnen dus vanaf morgen dus, hè, dat is dan woensdag. Ja, woensdag en vanaf 11 uur tot 18 uur, dagelijks dan ook zaterdag en zondag. Ja, eigenlijk iedere dag tussen 10 en 6. Nee, 11. Oh ja, 11, 11 en 6. Ja, 11 en 6. Nee, 10 is een beetje vroeg, dus nog. Ja, en tot 3 februari dus, hè, tot en met. Ja. En je bent de enigste middeleeuwen met een website in Nederland, hè? Ja, ik weet het niet, hoor. Ik zeg maar wat, maar noem even de website. www.vlotburg. Vlotburg.nl. Ja, precies. Je staat bij Christel en je bent de levensgezel van Lenny, hè? Hoe lang al? Ja, je moet rekenen, 14 jaar. Ja, dat is best lang, hè? En je hebt natuurlijk helemaal meegeholpen met het schip, hè? Ja, in de achtergrond heb ik gewerkt, hè. Hij heeft gebouwd en ik heb in de achtergrond werken moeten, waar hij dat ook allemaal betalen konden, hè? Ja. Nou, en wat ik heel leuk vind is hier is de kassa, hè? Dat is een kassahok. En daar zit jij in, hè? Ja, in de kassa zit ik en irgendwer moet het ja doen. Ja, het is eigenlijk een varend circus bijna, hè? Ja, dat kan maar zo zeggen, ja. Oké. Okay. Nou, ik ga niet al te veel verklappen van alle kamers hier en ruimte op het schip.
Men moet gewoon maar lekker komen kijken, vind je niet? Ja, daar gibt es heel veel te zien. Die Wapenkammer, die Middeleeuwenbehausing, die Herberg. En was allemaal die van de boerderijen hebben ja. Wij heel veel spullen. En heel veel opgezette dieren. Ja. Kinderen van de stad kennen die allemaal niet. Nee, ja. Die kennen ze allemaal niet. En ja, een Martelkammer hebben wij ook. Dat ja. Gehoort erbij bij de Middeleeuwen. Ja. Das war nicht so eine neue Zeit in der Mittelalter. Sonder Mittelalter kein Martelkamer. Nee. Het is natuurlijk heel belangrijk dat hier ja, toch een beetje geld binnenkomt. Hè, waar zo'n museum moet doorgaan, jullie moeten leven. Ja, die paarden willen ook eten. Ja. En natuurlijk kost het heel veel onderhoud. En ja. Ja, daarom moet men komen. Een duit in het zakje doen, zeggen we hier in Nederland. En dan zal jullie kasteelboot nog lang blijven bestaan. Ja, ik hoop zo. En gij verbeeld haar ogen aan zijn hiel. Geen aanschijn niet, geen ogen niet haar ziel.